Dit is het weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met vrij zonnig weer boven ons land. Misschien wat hoge wolkensluiers, maar verder is het helder. Mist die vannacht aanwezig was, lost op. En dan schijnt de zon dus volop. Vanochtend al 11 tot 14 graden met een matige noordelijke wind. Vanmiddag neemt de wind vooral in de kustgebieden iets toe. En uh, zal dan zorgen voor lagere temperaturen op de stranden, een graad of 12. Maar even het binnenland in is het al snel 17 tot 20 graden. Zon overgrote dus met wat hoge wolkensluizen, dus Prachtige lentedag. En vanavond is het helder. De temperaturen gaan landinwaarts dalen naar een graad of 12. En in het noorden van het land is de graad of 9. Dan morgen, dan hebben we te maken met meer wolkenvelden. Die trekken vanaf de Noordzee over ons land. De zon schijnt ook nog af en toe en het blijft droog. Het wordt 11 graden op de Wadden, tot nog maximaal 17 in het zuidoosten van het land. Voor vrijdag hebben we te maken met een uh, toenemende bewolking vanuit het zuiden. Maar de buienkans blijft klein en de donderdag daarvoor is het gewoon nog droog, met vooral in het zuiden volop zon. Doordat de wind draait, wordt het ook zachter. Vrijdag in het binnenland weer 18 of 19 graden. En als gezegd, die buien komen op z'n vroegst in de avond, maar in het weekend zijn ze prominenter in het weerbeeld aanwezig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.